Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk eens. Goed, hè? Goedemorgen allemaal. Welkom. Mijn naam is Nicky Moesman van Daags Leven. Ik mag vandaag het beginpraatje doen. En hem zo gauw weer overgeven aan de mensen die ook wat willen vertellen. Welkom allemaal. Ik had het er vanmorgen al even over toen ik aankwam met de buren. Die zeiden in Boxmeer schijnt altijd de zon. Het is in ieder geval voor ons sinds augustus vorig jaar dat we een opening weer buiten kunnen doen. Dus het is voor ons wel heel fijn. We hebben heel veel regen gehad, maar zo mooi als vandaag is lang geleden. Zo was het ook 25 oktober dat de wethouder hier de eerste steen legde in de blubber en de kou. Wat dat betreft hebben we het vandaag beter. Ja, dat brengt me bij het welkom heten. Welkom dezelfde wethouder, die durfde hem wel aan, mevrouw Hendricks, nadat de eerste steen is gelegd en het gebouw erop. Welkom. Het is gelukt. Gaat straks ook met meneer Gerrits. Nou weet ik niet waar meneer Gerrits is gebleven. Daar in de hoek, onze eerste bewoner, die mag straks samen met de wethouder die hier bij ons komen wonen. Dat brengt me bij het officiële gedeelte. Eerst gaan we de cheque overhandigen aan... dat gaat goed. Aan mevrouw Jansen. Elke keer doen wij dat met het mooie bedrag van €1250 voor Alzheimer Nederland. De check nemen wij straks weer mee. Maar het bedrag maken we aan u over. Graag gedaan. Ferry. Oh, kijk eens. Dankjewel. Ja, dat brengt ons... Het was niet heel veel te veel gezegd, geloof ik, over het enthousiasme. Dank u wel voor de mooie woorden. Voordat het zover is, Ellen, wilde jij ook nog wat zeggen? Last but not least, er zijn al vele mooie woorden gesproken. Ik wil iedereen dan ook echt van harte welkom heten, vooral ook de buurt. Heel erg betrokken heb ik gezien. Ja, het is toch een beetje mijn team. Mijn team met ik heel veel plezier. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Ik werk al een aantal jaren bij Dagelijks Leven. Het is een fantastische organisatie. Net wat Gerry zegt, zie mij, hoor mij, laat mij en ken mij. Dat zijn onze kernwaarden. En daar gaan wij best wel ver in. En dat hoort ook zo. Het is het huis van de bewoners en met elkaar gaan we hier een heel mooi huis van maken. Tenminste, daar ga ik vanuit. Aan het weer zal het niet liggen. Dus ik wil het ook kort houden, want ik denk dat meneer Gerrits ook staat te popelen. Geniet dadelijk van het mooie huis. Maak kennis met elkaar. En wees in ieder geval welkom, ook als het huis er staat. En dan ben ik ervan overtuigd dat het helemaal goed gaat komen. Dank jullie wel. Oh, toch nog. Klein intermezzo, Gerry was iets vergeten. Dat mag ik niet zeggen, hè? Oh. Wil je het zelf zeggen? Ja. Namens Alzheimer Nederland krijgen alle medewerkers een speldje. Helaas, de postbode was iets te laat, dus ze zijn er nog niet. Maar ik overhandig hem hierbij aan jou, Ellen. Nou, dank je. Alsjeblieft. Ik zal hem opspelden. Ja, ik durfde dan niet meer op je mooie boesje. Oh, dat kan wel hebben. Zo. Oh, mooi. Nou, alsjeblieft. Nou, dankjewel. En dan gaat het feest nu beginnen. Ja, dankjewel Ellen. Meneer Gerrits. En als meneer Gerrits deze kant op komt, als die zo geopend is, dan bent u natuurlijk van alle van harte uitgenodigd om ook het gebouw aan de binnenkant te bekijken. En dan kunt u al uw vragen stellen aan iedereen met een groene polo. Goedemorgen, meneer Gerrits. Goedemorgen. Aan mij ligt dat. Ja, dat gaan wij wel doen. Kijk, we hebben hier een schaar. Zal ik die aan u geven? Een hele grote schaar. Bent u linkshandig? Andere hand. Dan denk ik dat ik de wethouder help samen met u om strak te houden. Sorry. Ellen, hij is nog niet open. Nee, sorry. Ik had het niet leuk. Ja, ik heb toch geen bonus nodig. En hij is open. Dankjewel. Deze dag gaat het doen. Ja, dat komt goed. 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 Ja, dat komt
Ja. Nou, we hebben net de opening gezien en hier staat bij mij... Ellen Bens, ik ben de locatiemanager van het Elderomhuis. Fijn. We hebben net even rondgekeken. Daar hebben we een paar shots van gemaakt. En het is geweldig. Het ziet er zo gezellig uit. Ja, dat kan ik alleen maar beamen. Ja, dagelijks leven bouwt de huizen, ja, zoals hier staat. Echt een huis voor 22 bewoners die lijden aan dementie. En ja, met elkaar gaan we hier een heel mooi huis thuis van maken. Dat is de bedoeling, ja. Zijn al die huizen die gebouwd zijn hetzelfde? Of allemaal toch wel anders? Nou, over het algemeen zijn ze hetzelfde. Soms kan het spiegelbeeld zijn. Of we kopen bijvoorbeeld in Aalten hebben we een kerk omgebouwd. In Beuningen is het een kleuterschool geweest. Dus of we kopen een bestaand gebouw op, waar we denken dat is passend voor dagelijks leven. In Tilburg is het volgens mij de oude kazerne. En is dat niet zo, dan bouwen wij zo zoals het huis waar hier staat. Ja. En dit is echt splinternieuw. Ja, 26 april heb ik de sleutel gekregen. Daarna moet er nog gepoetst worden, ingericht worden. Met de medewerkers zijn we 1 mei begonnen met een hele scholingsweek. Want voor een aantal mensen is het natuurlijk nieuw. En vandaag de opening. En maandag komen de eerste 2 bewoners. En die kamers zijn al ingericht of dat moet nog gebeuren? Nee, kaal opgeleverd. Hè. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Daar worden ze. Hè. Dus daar ligt vloerbedekking of laminaat in dit geval, gordijnen. Maar het is ook gewoon meest passend als de mensen hun eigen spullen meenemen, net als thuis. Ja. Dus dat mag. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik vind het geweldig. Ik heb het gezien. Ik vind het echt formidabel. Ik hoop echt dat de mensen die hier komen heel veel plezier hebben. Ja, daar hoop ik ook. Daar ga ik vanuit. Hè. Ik denk dat er een heel mooi team staat. Dus met elkaar gaan wij dat doen. En de bewoners, ja, die komen stapsgewijs binnen. Ja, dat zal ook even een proces zijn, maar ik denk zeker... dagelijks leven kennen, want wij zetten heel veel in op welzijn. Dat fantastisch gaat worden. Ik zou teleurgesteld zijn dat het niet zo is, maar ja, dat weet je nooit. Maar ik denk dat het goed gaat komen. Iedereen heeft er enorm veel zin in. En hoeveel personeel is er? Ja, bedoel je in zijn totaliteit? Of ja. Ik heb nu 30 medewerkers. Ja. Medewerkers en vrijwilligers? Nou, vrijwilligers die heb ik hier, ze hebben zich al een aantal vrijwilligers aangemeld, ook uit de buurt, dus dat is heel fijn. Nou, en die zijn of vandaag hier, maar ook gaandeweg de maand heb ik al wat afspraken staan. Dan zeggen ik wil graag vrijwilliger worden. Dus ja, dat is alleen maar fantastisch. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja. Dat is alleen maar fijn. Ik wens jullie heel veel succes en wie weet komen we nog eens een keer terug. Nou, voel je welkom. Nou, jullie ook bedankt voor jullie komst hier. En geniet nog van het mooie weer en van de opening. Doen we. Ja. Dankjewel. Jij bent een van de jongste personeelsleden. Klopt, ja. En hoe heet je? Mijn naam is Jari. Ja. En begin je net of ben je al bezig? Ik heb wel ervaring al in de zorg, maar hier bij dagelijks leven wordt de eerste keer. Ja. En heb je de opleiding helemaal afgemaakt? Nee, ik studeer verpleegkunde. Ik zit nu in het tweede jaar, maar ik mag wel al hier in de zorg als helpende gaan beginnen. Ja, je wilt dus echt verpleger in een ziekenhuis worden? Het liefst op de ambulance. Het is nog een lange weg te gaan, maar het is wel mijn einddoel, ja. Ja, een hele opleiding. Maar hier kan je beginnen en hier kom je al gewoon mensen tegen die een gebruiksaanwijzing hebben. Klopt, ja. Daar komt het wel op neer. Het is een mooie plek om ervaring op te doen. En leren met mensen om te gaan met dementie is toch anders dan mensen zonder die diagnose. Ja. En dat is leuk om te leren. Nou, ik wens je heel veel plezier hier. Dank dat u wel. Ziet er heel leuk uit. Ja, komt zeker goed. Ja. Dankjewel.